Yo, Nintendo fans! Welkom in de wonderenwereld van Pikmin 3 Deluxe. En dat is wat anders dan Pokémon, maar dit is super chill. Het begint in 2000XX. Ver weg. Op een planeet. En die heet... Koppai! Het is daar allemaal booming. Ja, het is allemaal booming. Maar er is geen planning. Oh, en ze hebben geen eten meer daar op die planeet. Ze moeten een andere planeet vinden. Ja, ze hebben allemaal dingetjes overal naartoe gestuurd. Sparrows heette die. Niet te verwarren met Sparrows, maar Sparrows. Ah, helaas. Het is allemaal niet gelukt. Ze vinden geen goede planeet in de buurt. Maar, kijk daar. Op de buitenste ring. Ja... Ja, een nieuwe planeet. Een mooi planeetje. En de naam van de planeet is vanaf nu PNF-404. En er zijn drie mensen die naar die planeet gaan. En dat zijn deze drie mensjes. Kijk, ze gaan in een spaceshipje. Ja hoor, om andere planeten heen. Langs asteroïden. Door de galaxy heen. Wop en beyond! 2079.000 lichtjaren verder. En daar hebben we deze planeet gevonden. Oh. Ze willen landen en het gaat fout. Het gaat helemaal fout, jongens. Oh. Pijnlijk dit. Oh, en ze zijn alle drie verspreid. Oh nee, nou moeten ze elkaar gaan zoeken natuurlijk. Kijk, daar gaan ze. Oh, snap. En het is best wel een flink planeetje ook, jongens. En zo begint deze game, Pikmin 3 Deluxe, voor de Nintendo Switch. En het leuke is dat je dus steeds dag na dag kan spelen. Dus we beginnen nu op dag 1 en we beginnen bij Charlie. En Charlie die is hier gecrashed. En hij zegt, wat is er gebeurd? En daar zijn ze, jongens. Gele Pikminnetjes bij Charlie, die hier ligt in de sneeuw. Charlie! Kijk, ja, daar zijn ze in de verte. Het zijn zulke leuke wezentjes. Charlie vraagt zich af waar hij is. En hij kan zich niet zo heel veel meer herinneren. Oh, dit moet planeet PNF-404 zijn volgens hem. En dat klopt wel. Ik zie tot nu toe 5 gele Pikminnetjes hier. Oh, en hij gaat even het schip bellen. Het schip heette SS Drake. Dit was de kapitein. Kapitein Charlie. Maar volgens mij kan niemand hem horen. Ja, dat is balen, vriend. Er is geen respons, geen reactie. Waar is mijn schip? Waar is mijn crew? Zegt Charlie. Captain Charlie, die moet zijn crew even gaan vinden. Het lijkt me wel een beetje koud hier in de sneeuw. Hij is ontsnapt, maar wat is er weer met de rest van zijn crew gebeurd? Ze moeten in de buurt van het ruimteschip PNF-404 zijn. Oh nee, PNF-404 was planeet. Ze heet in ieder geval Elf en Brittany. En dit zijn onze eerste stappen op deze planeet, jongens. Pikmin, help mij. What in the what? Oh, hij schrikt nog een keer. Er zijn nog meer van die beesten. Ah, hier zijn er ook nog meer. Ze zijn zulke rare beesten. Oké, en hier zijn paddenstoelen. Champignon. Hallo. Hallo, pikminnetjes op blikminnetjes. En Charlie zegt, ik bevind me in een vreemde buurt. Hallo. Willen jullie me helpen? Ja, hallo. Ah, ze komen dichterbij, zegt hij. We kunnen fluiten met B, als ze B indrukken. En hij zegt, ja, misschien moet ik ze gooien. Oké, gooi ze. Ja, gooi ze maar. Gooi ze op de... Ja, gooi ze. Gooi ze. Oké, ik gooi ze denk ik wel iets te ver. Kijk, ze gaan al die paddenstoelen allemaal kapot maken. Nom. En Charlie zegt, nou, ze zien er niet vijandig uit in ieder geval. Dus laten we dit even samenvatten. Ik kan ze dus gooien met A en ik kan ze bij me roepen met B door te fluiten. Ja, dat klopt. Dat kunnen wij doen. Helemaal goed, Charlie. Kijk, dus als ik nou hier naartoe loop en ik druk hier op B, dan komen ze lekker allemaal bij me. Zo, ja, maak die maar even kapot, die dingen. Hier, maak ze maar even kapot. Maar er waren hier nog meer. Wacht, er waren hier nog meer. Kom eens. Hallo Pikminnetjes. Komen jullie even chillen bij mij? Ik heb er nu 20. En blijkbaar in dit veld moeten er 30 zijn, denk ik. Daaronderin staat squad 20 en veld 30. En ik moet natuurlijk hier langs. Maar misschien kan ik ook wel hier langs. Oh nee, hier is voor de rest niks. Nou, gooi ze dan maar even op deze paddenstoel. Maak ze kapot. Dit is toch te grappig, jongens. Oké, er zijn er weer 20 bij me. Ja. En deze mogen ook even kapot. Ik weet niet waarom ik deze kapot wil, maar ik wil ze gewoon kapot. Hé, hier zijn er nog meer. Yo! Kom allemaal.
Kijk, nu heb ik er 30 bij me. Oh, wacht even. Is dit een grot? Oh ja, hier is een grot. Kan ik deze kapot maken? Oh, nee. Ik denk niet dat ik die kapot kan maken. Nee, nee, nee. Daar heb ik misschien een andere Pikmin voor nodig. Maar deze kunnen we wel kapot maken. Deze super big ass paddenstoelen. Hoppakee. Sloop ze. Yay. Party. Maak alles kapot, vrienden. Maak alles kapot. Lekker. Zo. Dan kunnen wij er nu door. Oh crap, jongens. We gaan hier deze grot in. Oh nee. Wat is er in deze grot? De grotten zijn nooit oké, jongens. Ik hou me altijd mijn hart een beetje vast in grotten. Oh snap. Oh snap. Die zien er inderdaad wel gevaarlijk uit, ja. Kan ik er gewoon langs lopen? Want ik wil eigenlijk mijn Pikmin beschermen. Kom, we lopen er gewoon langs, jongens. Ja, top. Top. Super. Oké. Wat is hier allemaal? Hier zijn enemies, jongens. Ik bedoel, die bloemetjes die zien er leuk uit. Maar, wie komt me aanvallen dan? Oh, wacht even. Oké, dit is nog steeds dag 1. Maar nu gaan we waarschijnlijk naar Elf toe. Naar Elf's Crash Site. Kijk hem vallen. Elf, je moet even uit het water komen, vriend. Oh nee, dat is een Space Shuttle. Dat is ons ruimteschip. Oef, dat klonk niet goed. Elf, wakker worden. Hij zegt, het is een wonder. Ik leef en ik voel me nog oké. Hij heeft ook zo'n fluitje in zijn mond. Yo, Elf. Deze gast ziet echt te droog uit. Net voordat de SS Drake ging landen, verloren we de controle. En moesten we met een nooduitgang. Nou ja, in ieder geval, het ging niet goed. Ik ben het schip kwijt. Ik ben mijn twee teamgenoten kwijt. En ik ben de engineer. Dus ik, Elf, moet de SS Drake vinden en de crewmembers. Oh, deze gast is wat sneller. Hij loopt sneller. Yo, een rode Pikmin. En de rode Pikmin is bang voor ons. Elf zegt, wat is dat? Hallo, rode Pikmin. Waar ben je? Hey, alles goed jongens. Kijk, ze chillen daar. Volgens mij hebben ze honger of zo. Elf zegt, oh nee, ze zien er wel vriendelijk uit. Misschien zijn dit wel mijn vriendjes. Is dat een onderdeel van mijn schip of niet? Wat is dat? Wat hangt daar in die boom? Of nou ja, het is geen eens een boom. Zo'n afgebroken boom. Oké, misschien kunnen we samenwerken, jongens. Hoppakee. Gooien. Kijk, ja, 3 van de 3. Hoppakee. Oké, maar wat is dit, jongens? Wat is dit voor een ding? Nou ja, het ziet er... Oh, wacht even. Wat ga je doen? Wat is dit? Hij hoopte dat het fruit was, maar nee, het ziet er niet eetbaar uit. Maar die rode gastjes die zijn wel blij dat we dit ding bevrijd hebben, blijkbaar. Hé, en hij zegt, wacht even. Ik moet die andere twee opzoeken. Ik moet de kapitein natuurlijk gaan vinden. Oké, ja, helemaal goed. Maar gaan jullie met mij mee? Blijkbaar moet er hier nog ergens eentje zijn. Oh, daarachter. Hier moeten we er even 3 op gooien, denk ik. En dan gaan ze dit allemaal kapot maken. Ja, oké. Oh, waar brengen jullie het naartoe dan? Oh, we moeten de brug gaan bouwen. Aha! Oh, jullie wilden nog even door gaan werken, of niet? Ja, maar dit kunnen jullie niet. Hier hebben we er blijkbaar 12 voor nodig. Maar we zijn maar met 3. Dus we moeten eerst nog andere gaan vinden. Oh! Oh, nee, oh! Jullie kunnen dit gewoon fixen. Oh, jullie gaan even brug bouwen. Nou, helemaal chill, joh. Doe je ding. Dan ga ik even een klein beetje rondlopen. Ga ik even kijken wat hier nog meer te vinden is. Pompidompidompidoo. We kunnen nog hier naartoe. Nee, hier kwamen we vandaan. Lekker bezig, gasten. Top! Dan kan ik ondertussen deze Pikmin eens even bij me roepen, denk ik. Ja, kijk maar, dan hebben we de 4. Dan kan jij ook even helpen. Hier, ga ook even helpen. Oh, maar daar hebben we... Ja, dit gaat goed. Ja, lekker bezig, jongens. Toppers. Oh, is dat een onderdeel van mijn ruimteschip? Dit is de koppad. Daarmee kunnen we de SS Drake gaan opzoeken, blijkbaar. Nou, helemaal top. Ze moeten nog twee dingetjes bouwen. Lekker, guys. Goed bezig. Komen jullie weer mee? Kom maar. Kijk. Goed bezig, jongens. Ik heb dus 4 rode Pikmin. En die hebben mij even geholpen om dit leuke dingetje te vinden. Eens even kijken wat dit allemaal is. De map data is aan het laden. Kunnen we eens even kijken waar we naartoe moeten. Hier is de Drake. Daar is het schip. En die is helemaal niet zo ver weg, zegt hij. Nou, helemaal top. Dan gaan we daar toch naartoe, Ash. Blijkbaar kunnen we ook deze even kapot maken, zo. Ja. Oh, wacht. En gaan jullie die dan naar dat ding brengen? Ah ja, dan gaan jullie die daar naar dat grappige dingetje brengen. Oké, helemaal goed. Kijk, en dan stopt hij hem daarin en dan... Oh, dan komen er meer Pikmin uit. Ah, dit is leuk, jongens. Dit is super grappig. Dan moet ik deze waarschijnlijk uit de grond trekken. Ja, kijk. Hoppakee. Yay, we hebben een nieuwe Pikmin laten geboren. Lekker genederlandst. Dus zo komen ze tot leven. Oké. Kom maar, jongens. Kom maar. Kom daar gezellig bij. Ik vind het hartstikke leuk. Dan zijn we nu met z'n 10. Pak hem. Pak hem. Pak hem. Sloop hem. Goed zo. Nu die andere. Daar. Pak ze. Hoppakee. Oh, ja, pak ze. Nice.
Lekker. Oh, zijn er nou twee dood van mij? Oh nee, die beestjes die zijn allemaal dood. Nou, dan mag jij even die naar huis gaan brengen. En hier heb ik er 5 voor nodig, maar ik heb er precies nog 4 bij me. Oh, hier is er nog eentje over. Kom. Wij met z'n 5. Wij gaan even deze grote bloem nakken met z'n allen. 1, 2, 3, 4, 5. Hoppa. Ja. Kijk, toppie. Breng het schijfje even naar huis, jongens. Lekker. Hoor dat geluidje. Maar volgens mij pakken ze die larven ook gewoon aan. En daar krijgen we ook weer allemaal nieuwe Pikmin van, of niet? Ja, kijk. Nice. Dus enemies kunnen we ook verslaan. En daar krijgen we ook weer nieuwe Pikmin van. Hé, lekker bezig, gasten. Toppers. Daar krijgen we dan zeker weer 5 nieuwe van. 2, 3, 4. Ja, kijk. Daar krijgen we er inderdaad 5 van. Dan zijn we nu in totaal met 21. Nou, kunnen we met z'n 21 deze doos kapot maken? Ja, volgens mij wel. Volgens mij hebben we er hier 20 voor nodig namelijk. Oh, gaan ze duwen? Kijk ze met z'n allen staan, jongen. Dit is toch een geniaal spel, jongens. Ik zou zeggen, doe even een blauw duimpje omhoog sowieso als je dit leuk vindt. En druk op die abonneerknop, jongens, als je elke dag Nintendo-video's wil zien. Want dat is wat je krijgt op dit kanaal. Wat is dit? Dit is een YouTube playbutton, jongens. Dit is de gouden YouTube playbutton. Eindelijk heb ik mijn playbutton binnen. Ja! Dank jullie wel. Nee, dit is een datafile. En we moeten dit in de koppad stoppen. En dan gaan we waarschijnlijk weer wat leren. Ah, kijk, dit is de Pikminology. En die ui die je ziet, dat is inderdaad een soort van nest voor de Pikmin. En daar worden nieuwe Pikmin geboren. En ook beschermt het ze. Ah, kijk, en dat wordt gelijk even geïnstalleerd hier zo op de koppad, de Exploration Notes. Maar wie heeft die eigenlijk geschreven, vraagt Ash zich af. Zijn er meer intelligente levensvormen hier op deze planeet? Nou, het doosje die is even aan de zijkant geschoven. Ik vind dit een hele bijzondere plant, maar daar hoeven we zo te zien niks mee. Nee, we gaan ook deze grot in. Oh, en komen we dan straks allemaal samen, jongens. Hier is nog een nieuwe datafile. En dit gaat over de radar. Maar ik heb de radar nog helemaal niet ingesteld. Kunnen zij deze ook kapot maken? Ja, zeker. Oké. En ze blijven van alles en nog wat slopen. Helemaal top. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom ik deze kapot maak. Maar blijkbaar moet dit gewoon, denk ik. En allemaal verzamelen. Nice. Oké, wat is dit voor zandkasteel, jongens? Ash vraagt zich af wie dit heeft gebouwd. Nu moeten we op X drukken voor een charge attack. Oké, charge! Oh, dit is wel een handige future inderdaad. Dan kun je ze gewoon allemaal gelijk in één keer, hoppakee, ergens op afsturen. Dus dat is nice. Kijk ze gaan, jongen. Kijk ze gaan. Kijk ze die muurs lopen. Jullie zijn toppers, Pikminnetjes. Nice. En we zijn weer buiten. En daar! Daar is het spaceship, de SS Drake. Lekker. Maar waar zijn mijn Pikmin? Zijn die me niet gevolgd nou? De koppet vindt in ieder geval geen extra leven hier in de buurt. Maar wat moeten we nu doen? Vraagt Ash zich af. Ah, iemand belt mij. Is dat de kapitein, jongens? Oh, nee, het is die andere. Het is Brittany. Brittany, yo. Brittany zegt, jij bent bij de SS Drake, toch? Ik ben ook gewoon geland, maar ik ben hier ergens gevangen. Ik kan hier niet uit. En ik heb superveel... En toen was ze weg. Toen was het signaal verloren. Maar waar is Brittany? Gelukkig is ze wel veilig, zegt Ash. Wat is dat voor geluid? Ik hoorde echt een heel raar geluid. Alsof er iemand aan het boeren en kotsen tegelijk was. Oh nee. Oh nee, de zon die komt al op. En Ash die zegt, ja, ik moet wegwezen. Ik voel me niet meer veilig op deze planeet. En neem je die Pikminnetjes wel even mee dan? Die hebben je geholpen. Laat de Pikmin niet achter. Dat is super zielig. Ja, laat de Pikmin gewoon achter die jou hebben geholpen net. Oh nee. Dit voelt echt een beetje egoïstisch. Maar oké, ja, daar gaan we. Daar gaan we. Die ui die gaat met ons mee. Kijk, die ui daarachter. Die vliegt ook mee. Zitten die Pikmin dan daarin? Dat zou super chill zijn als die Pikmin daarin zitten. Ja, ik hoop het. De meeste dingen die we hebben meegenomen vanaf planeet Kopai, die zijn vernietigd tijdens de landing. Dus we hebben nog maar 3 dagen aan provisie om te eten. Oh, oké. Oh, en ja, dus ik kan nu nog maar 2 dagen overleven. Morgen moeten we lokaal voedsel gaan vinden, zegt hij. En dit was dus het einde van dag 1. Ja, het is redelijk goed gegaan, denk ik. Oh, nog even een samenvatting. We zijn aangespoeld op deze planeet. We hebben mannetjes gevonden, die heten Pikmin. En die hebben we geholpen om de SS Drake te vinden. Maar onze Cosmic Drive sleutel, die kunnen we nog niet vinden. Dus we kunnen niet weg. Gelukkig heb ik contact gemaakt met Brittany. En morgen gaan we haar proberen te zoeken. Toen ik wegging met het schip, toen vloog die ui ook de lucht in. Het was gek, maar amazing! Oké, Elf. Lekker bezig. Dus dat was dag 1 van Pikmin 3 Deluxe. Jongens, doe een blauw duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal voor elke dag Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op Twitch,
twitch.tv/RickatU. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!